Goedemorgen, ik ben Matthias van Vlaming Vastgoed. Vandaag neem ik jullie mee in het centrum van Tielt, Felix Doopstraat. Deze prachtige herenwoning, daterend van 1866, opgetrokken ooit deel uitmakende van een chicorijfabriek. Later gerenoveerd geweest in 1905, waar hier het tweede deel van de woning is opgetrokken. De woning zelf bestaat uit twee compartimenten. Een modernere woning, die bijgebouwd geweest is vorige eeuw, begin vorige eeuw, en een origineel gedeelte. Volg gerust mee. Bij binnenkomen zien we direct de grandeur van weleer met de mozaïeken vloeren. Hier komen we in de wachtruimte, die enkel gebruikt werd voor speciale gelegenheden met de familie of de zakenpartners. Hier typeren vooral de grote prachtige ruimtes en elk materiaal dat we zien is origineel of gerenoveerd geweest. Prachtige lichtinval, ook de ruimte kan afgesloten worden in tweedelig. Terug bij de hal neem ik jullie mee naar de zitruimte, waar ook hier de grote lichtinval een belangrijke rol speelt. De prachtige open haard en de originele elementen komen overal terug. Welkom in 1905. Hoge plafonds, de zitruimte, met dan bijna in elke ruimte een open haard aanwezig. Vervolgens neem ik jullie mee in de bureauruimte. Hier is vooral belangrijk dat er een aparte uitgang voorzien is. Dus iemand die een vrij beroep doet, denk maar aan dokters, denk maar aan de architecten van vandaag, is dit een ultieme pad. We gaan naadloos verder in de open keuken. Voilà, hier komen we op de eerste verdieping terecht. We gaan beginnen met de zeer uiterst ruime badkamer, bijna een balzaal op zich, waar we dubbele lavabo terugvinden. Inloopdouche, fantastisch ruim bad en apart toilet. Eerste slaapkamer. Zeer ruime slaapkamer. Elke slaapkamer is ook voorzien van centrale verwarming, maar er zijn er nog. Volgt u maar. Tweede slaapkamer. We zien elke slaapkamer. Fantastisch, voldoende daglicht. Geen verloren ruimtes, geen valse wanden, geen schuine muren, een en al oppervlakte. Slaapkamer 3. De kleinste slaapkamer, dan slaapkamer 4. In totaal hebben we 5 slaapkamers, maar er kan zeker naar 6 en zelfs 7, zelfs 8 gaan worden. De ruimtes zijn hier ontaalbaar. Hier komen we op de achterplaats. Fantastisch leuk zitten. Vooral omdat het volledig in het zuiden gelegen is. De totale oppervlakte van het perceel bedraagt 1219 vierkante meter. Is volledig verhard, maar hier een klein stukje groenzone. Zeer onderhoudsvriendelijk, waar we optimaal kunnen genieten van wat een beetje mooi weer is. En de zon is er zoals vandaag bij, is die fantastisch genieten. Ook de imposante, prachtige gevel. Verder hebben we ook nog twee garageplaatsen, twee ruime garageplaatsen, met een volledige zolder- en wasruimte. Ben je dus op zoek naar dergelijke woning, prachtige woning, waar ruimte een rol speelt, kom dan zeker langs tijdens ons kijkmoment op zaterdag 24 februari tussen 10 en 11.30 uur en doe een bod.